hobby horsing, wat is dat? Luister, ik moet even deze start maken. Heb je wel eens een moment, Humberto, dat je thuis zit op de bank of je zit in de stoel en je bent een beetje aan het dagdromen, je bent eigenlijk nergens aan het denken. Ja. En op een gegeven moment zie je iets op televisie of je ziet iets op je telefoon en je hebt gelijk de focus. Dat je denkt van, zo, dit is bijzonder of dit is opmerkelijk. Nou, ik ga jullie nu een filmpje laten zien en dat gevoel kwam dus helemaal bij mij op. Oké. Laat het even berusten, 5 seconden. Nou, dames en heren, ik ga het even uitleggen. Dit is een nieuwe sport, geboren in Finland. En het heet hobbyhorsing. Wat het precies inhoudt, weet ik zelf ook niet zo goed. Je bent ruiter of paard. Eén van de twee. Paard was de deur. Ja. Ik heb geen idee. Maar ja, jullie kunnen je voorstellen dat dit is vrij opmerkelijk. En er is een karrevracht aan kritiek gekomen. Aan deze mensen, dus de beoefenaars en de organisatoren van deze nieuwe sport. En toen dacht ik bij mezelf het volgende. Ik kreeg weer even een besefje. Ken je die nog, die wikfikkie? Ja. Toen ik dit de eerste keer zag, dacht ik, wat is dit? Nou, dat is natuurlijk een bekende, want als mensen mij voor de eerste keer zien, hebben ze hetzelfde. Ja, precies. Dacht, wat is dit voor een gozer? Dus ik moest het even 6 keer nakijken, maar toen dacht ik het volgende. Er zijn heel veel mensen die naar mij toe komen die niet van voetbal houden. En die zeggen, Nathan, jij loopt met 22 man achter een bal aan te rennen. Waarvoor doe je dat eigenlijk? Ja. Als je niet van voetbal houdt. Dus ik denk bij mezelf, ga jij nu voetbal vergelijken met hobbyhorsing? Ja, dat ga ik doen. Okay. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar ik vind het leuk. U hoeft het niet leuk te vinden. Nee. Ik vind dit niet zo leuk. Maar als ik naar dat filmpje kijk, zie ik dus kinderen en mensen die het fantastisch vinden. Luister, ze zijn in beweging, ze zijn in een sociale omgeving. Dus ik zou zeggen, kom lekker naar Nederland en dan gaan we hier ook. Ik weet niet of het bij de Hippische Bond kan worden aangesloten. Zouden die dat accepteren? Misschien als teamuitje een keer. Ja, dat is wel een goede tv. Waarom rennen ze niet gewoon, zonder dat paard? Ja, ik kan ook zonder het paard rennen. Nee, het was leuk dat ik niet. Moet je nou kijken, dat beeld is toch helemaal compleet. Dit is het even serieus. Zonder paard zou het heel raar uitzien. Ja. Het zijn ook alleen maar meisjes. Er zijn 10.000 mensen die al aangesloten zijn in die bond in Finland. Hè. Dus het is echt heel opmerkelijk. En, Maar kijk dan, die jury staat er ook serieus bij. Ja, het is een jurysport, want ik kan je verklappen dat het niet alleen maar springen is. Het is ook hoe je springt. Dressuur. Dus het is ook, zeg maar, fantastisch. Tik. Zou Ankie het overwegen 15 jaar geleden? Ik vind haar heel goed. Ik ga dit doen in plaats van een echt paard. Zij is heel goed. Ja. Zij is heel goed. Ja.